Dit is Assisi, een prachtig Italiaans bergstadje waar de 10e etappe van de Giro d'Italia finisht. Op 30 kilometer van de streep maakt Stef Clement de oversteek naar de kopgroep. Maar helaas wordt die groep later ingerekend. Ja, god, ik moet blijven proberen. Hè. Als je niet probeert, dan lukt het nooit. Ik had natuurlijk 6 of 5 hele goede mannen moeten hebben om met een minuutje volgens mij aan de klim te beginnen. Dan had je een kans gehad. Maar ja, wie niet waakt, die niet wint. Dus blijf proberen. Op de slotklim zit ineens Tom Jelte Slachter helemaal vooraan. In de straten van Assisi doet het jonge Rabo-talent lang mee om de overwinning. Maar moet hij uiteindelijk het hoofd buigen voor Rodriguez. En nu gaat Rodriguez aan. Die mannen zetten me zo goed af. Renshaw die zet me gewoon, die rijdt gewoon heel de finale met mij aan het wiel. Dus ik begon gewoon super van voren, maar ik wist eigenlijk niet hoe ik was. Dus ik begon gewoon van voren. Dat moet in zo'n finale. En, 3 kilometer van de meet probeerde ik, dus ik denk, nou ja, misschien laten ze me rijden. Maar Scaponi sprong meteen op het wiel, dus ik dacht van, dan moet ik gewoon wachten en proberen mee te komen. Maar ja, ik kon gewoon mee, ik deed gewoon de lead-out voor Rodriguez en die wint. En dat was gewoon voor mij het maximaal. Ik heb ook niet ervaring om dat perfect te doen, denk ik, in de finale. En ze nemen ook niet over, hè? Nee, maar ja, wat ik zeg, ik deed gewoon ik ging vol, dus die mannen die zaten gewoon op een lint en Rodriguez die wachtte op het juiste moment, die springt en die wint. En het enige wat ik kon doen is vol doorrijden en hopen dat er niet te veel overeen komen. Nou, dan word je 7e, dus ik kan alleen maar tevreden zijn.